een mega leuke naked shopvlog voor jullie. Ik liep ook op het strand vanochtend en ik dacht helemaal, yes. Hoe pretty. Zoveel zin om dit te dragen. Zo zou ik dit lookje dan dragen. Dit is echt mijn nieuwe favoriet linnenoverhemd. Ook in een groenige kleur. Met code Nero krijg je dus 15 of 30% korting bij Nick. Hey allemaal en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe extra video. En vandaag heb ik er heel veel zin in, want jongens, ik heb weer een mega leuke naked shopvlog voor jullie. Ik heb heerlijk geshopt voor de zomer. Zomerse items, I love it. Ik wil het meteen aan. Het is geweldig. Als jullie dit zien, ga ik over een maandje naar Sakintos. En in augustus ga ik 3 weken naar Amerika. Dus ik dacht, ik heb zomerkleding nodig. En laat nou net naked heel erg veel zomerkleding hebben op dit moment. Dus ik ga jullie alles laten zien. We gaan het aantrekken. Ik ga jullie er alles over vertellen. En ik laat ook even meteen zien hoe ik deze items in een outfitje zou stylen. En natuurlijk heb ik een hele leuke kortingscode voor jullie. Want met de code MEROL krijg je als nieuwe klant 30% korting bij Naked. En als bestaande klant 15% korting. Dus check it out. Linkjes staan in de beschrijving van alle items. Heel veel shopplezier. En laten we vooral heel snel gaan beginnen met deze geweldige zak. Vol met allemaal heerlijke zomer items. Hoe gaan we dit doen? Zo. Oh, I love it. Oké. We gaan beginnen met een jurkje. Deze heb ik vanochtend aangehad. Vanochtend ging ik naar het strand om foto's te maken. Hier even de foto. Nou, echt love it. Dit is gewoon het perfecte strandjurkje. Hoe mooi is dit? Hij zit heel erg mooi en deze kleur vind ik prachtig. En dan vooral met van die details. Ja, wat is het? Een soort... Het lijken misschien een beetje veertjes of zo. Maar daardoor maakt het... Daardoor is dit jurkje gewoon echt heel chic eigenlijk als je hem zo ziet. En ja, de lengte is echt prachtig. Hier zit elastiek in. En dat kan je dus, dat zit dan zo om je arm. En dan kan je zelf de lengte eigenlijk kiezen. Er zit ook een rits in. En belangrijk om te weten, hij schijnt niet door. Want er zit een onderjurkje in. Dus je flesje niemand. Dus dat is echt ideaal. Ik draag deze in een maatje 40. En ik vind hem echt... Hij zit gewoon heel mooi hoor. Jongens, dat gaan jullie zo in de aanbeelden zien. Hij zit prachtig. En het is niet echt een wittige kleur. Het is een beetje beige. Je ziet het wel goed als je het naast mijn shirt houdt. Dit is echt zeg maar wit. En dit is wat meer beige zandkleurachtig. Dus echt een prachtige kleur voor op vakantie. Leuke slippertjes eronder. Mooie tas erbij. Zonnebrilletje erbij. En je bent gewoon helemaal klaar. Dus ik vind hier echt zo echt prachtig. Jullie gaan het zien in de aanbeelden. Het is gorgeous. Het perfecte strandjurkje. Had ik gelijk of had ik geen gelijk? Dit is zo schattig. Echt. Weet je, het is dat je geen wit aan mag naar een bruiloft. Dus dit is wel een beetje te kantje wit voor een bruiloft. Maar verder, als dit een ander kleurtje was, zou dit echt het perfecte jurkje zijn als wedding guest outfit. Maar dit is zo prachtig. En wat ik dus al zei, met die mouwen kan je dus een beetje zelf beslissen hoe lang je hem wil. Want het is dus een elastiek. Dus je kan hem ook bijvoorbeeld zo doen. Zie je het verschil? Zo. Of zo. En wat ik dus leuk vind is om dus het elastiek wat verder omhoog te doen. En dan dit er zo overheen laten poffen. Waardoor die dan zo is. Dat vind ik leuk. Maar daar kan je dus een beetje mee spelen. Ik vind het een prachtige décolleté. Niet te heftig. Gewoon echt... Prachtig voor de zomer. Schijnt dus niet door. Ik heb een paarse onderbroek aan. You don't see it. En de lengte is wederom perfect. En ik vind het zo'n schattig jurkje. I can't. Ik liep ook op het strand vanochtend. En ik dacht helemaal yes, yes, yes. Dus shop deze jurk. Link in de beschrijving. Hij zal jou ook prachtig staan. Oké, maar we gaan nog een jurkje doen. Want ik heb natuurlijk nog een prachtig jurkje uitgekozen. Ik hou van jurkjes. Dit zijn allemaal jurkjes. Er zitten er ook echt al een paar van Naked tussen. En in mijn zomerbak met kleding liggen ook nog heel veel jurkjes. Dus je zou denken, waarom nog een jurkje? Maar als jullie dit zien, dan snappen jullie waarom ik gewoon nog een jurkje nodig had. Kijk hoe pretty! Dit is toch het fantastische jurkje. Ook voor het strand. Of je een dagje de stad in. Echt, dit is zo cute. En op de bandjes kan je het dus zo strikken. Dan heb je een heel schattig strikje. En hier heb je dan zo'n, ja, hoe noem je dit? Hier is het wat meer samengetrokken, zeg maar. En dan is het zo'n hele mooie groenige kleur. Loopt lekker wijd uit. Is zo'n lekker zwierig jurkje. En in de aanbeelden gaan jullie het veel beter zien. Zit ook weer een rits in. En ook weer een
onderjurkje. Dus hij schijnt niet door. Dus daar ben ik echt zo blij mee. Want ik hou er echt niet van als ik jurkjes aan heb. En vervolgens zie je mijn ondergoed er doorheen. Want je gaat er ook niks onder doen als je in 30 graden door de stad loopt. Ik heb deze ook in een maatje 40. En hij staat prachtig. Vooral als je straks lekker bruine beentjes hebt. En ik zie mezelf al gaan over de boulevard in Sakintos met deze gorgeous jurk. Zien jullie het al? Ik zie het wel. Hoe cute is dit jurkje? Hij is toch nog leuker als je hem zo aanziet. Dit is toch echt geweldig. Ik vind dit zo schattig, ook met die bandjes. Je kan ze dus ook strakker doen of losser, net hoe hoog jij ze wil hebben. En dan zo dit en dan, ja, ik vind het echt te cute. En zo zie je ook meteen even de lengte. Ik ben 1,75 en hij is echt perfect qua lengte. Je kan hem natuurlijk ook nog strikken en dan komt hij wat hoger, waardoor hij dan ook wat korter is. Dus wil jij hem liever wat korter hebben, je kan gewoon zelf de lengte bepalen. Dus dat is echt super chill. En het stofje en het kleurtje, ja, ik ben helemaal vakantie ready. Dan, ik heb wel een beetje een thema. Ik heb nu één dingetje, dat is een andere kleur dan wat jullie al gezien hebben. En de rest is allemaal in die kleur. Dus we doen eerst even het t-shirtje die blauw is. En het is hetzelfde t-shirtje als die ik nu aan heb. Deze hebben jullie kunnen zien in mijn vorige Naked Shoplog. En ik was zo blij met dit t-shirtje. En toen zag ik dat ze een blauwe kleur hadden. En toen dacht ik, die moet ik ook hebben. Want die matchen dus echt mega leuk met mijn blauwe schoenen. En in de vorige Naked Shoplog zagen jullie ook een witte pantalon. En deze is daar echt niet normaal mooi mee te combineren. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ik heb deze in een emmetje. Er staat een Malibu op. En het is gewoon een lekker oversized shirt. Wil jij hem niet zo oversized? Neem dan een maatje kleiner. Wil jij hem nog oversizeder? Neem dan een maatje groter. Maar hij is gewoon al redelijk oversized. Ik heb het t-shirtje aan en ik heb zoveel zin om dit te dragen. Ik heb het van de week ook al aangehad. En ik heb gewoon zin om het meteen weer aan te doen. Omdat het gewoon heel erg lekker zit. Het zijn t-shirts die echt gewoon fantastisch zitten. En die hele pasvorm vind ik gewoon echt geweldig. Ze zijn dus wat langer, maar ik heb hem nu even onder mijn BH gedaan. Omdat ik dat altijd wel het leukste vind. Maar ik zal even de lengte laten zien aan jullie. Kijk, dit is de lengte. Dus echt wel lang, maar dat betekent ook dat je er heel veel kanten mee op kan. Ben je nou wat kleiner, bestel hem dan eventjes een maatje of twee maatjes groter. En dan is het een t-shirt jurkje. Voor mij kan dat niet. Misschien als ik een... Nou, op zich, dit is een emmetje. Stel, ik bestel een XL, misschien. Dus tip van mij, ben je iets kleiner, probeer het uit, want dat zou ook echt super leuk zijn. Maar voor nu vind ik het dus leuk om zo onder mijn BH te stoppen. En dit vind ik gewoon enig. Blauwe schoenen erbij, op een witte broek. Maar ook gewoon zometeen op een spijkershortje, gewoon op vakantie. En dat is gewoon eigenlijk een heel basic lookje, maar toch alsof je het dan voor elkaar hebt, zeg maar. Dus ik heb ook echt mijn favoriete shortje van Naked van vorig jaar. Ik wil hem jullie heel graag laten zien, maar hij zit daarboven nog in die doos. En zoals je ziet is het helemaal volgebouwd. Dus ik kom er nu niet echt bij. Maar dat is in ieder geval een super fijn spijkershortje. Dus sowieso ook even een tip van Flip om te kijken bij de spijkershorts van Naked. Maar die gewoon hieronder. Ja, dat is super leuk. Of gewoon deze witte broek. Ja, helemaal enig. Gaan we een broekje doen? We gaan een broekje doen. Ik heb een super mooi, wat is het eigenlijk? Pantalonshortje. Ook lekker voor de zomer. Ik draag in de zomer, ik denk net als iedereen, altijd alleen maar shortjes en korte rokjes en broekjes. En deze is perfect voor als ik naar kantoor moet in de zomer. Maar ook gewoon op vakantie hoor. Maar vooral op kantoor. En dan zie je er toch netjes uit, maar heb je toch een kort broekje. Hij is een goede lengte, een nette lengte. Dus het is geschikt voor naar kantoor. Maar ik vind het een hele mooie kleur ook. En ook weer een hele mooie stof. Schijnt ook niet door. Gaat gewoon dicht met zo'n schuifdingetje en een extra knoopje erachter. Deze heb ik ook in een maatje 40. En deze is dus in het beige. En jullie gaan in de aanbeelden zien hoe mooi die staat. Hij is een beetje aan de grote kant. Maar alleen aan de bovenkant. Bij de benen zit hij echt perfect. Maar ik hou er wel van. Kan ik lekker eten? En dan zit je niet zo dat je denkt, ah, het zit zo strak. Nee, dan zit het gewoon perfect. Dus deze zit ook echt super mooi. En dat gaan jullie zien in de aanbeelden. En dit is het shortje. En zoals ik al zei, zit hij dus wat ruim aan de bovenkant. Maar is hij perfect bij de benen. En dat vind ik dus het belangrijkste. Hij is gewoon een mooie lengte, waardoor hij gewoon heel net is voor naar kantoor. Dus ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Nou, zo zou ik dit lookje dan dragen als ik in de zomer naar kantoor ga. Een oversized blazertje eroverheen. Kan ook hetzelfde kleur zijn als het topje. Maar het stoort mij niet dat het nu niet dezelfde kleur is. En dan gewoon zo leuk eroverheen. En dan heb je een pantalon eigenlijk gewoon, maar dan kort. Dus dat is echt
ideaal. Ik vind het zo'n leuk outfitje als je het zo combineert. En waarmee ik die heel erg leuk vind om mee te combineren, is echt een super mooi item. En jullie zullen wel denken, dit is toch gewoon een wit hemdje. Ja jongens, maar jullie moeten dit even voelen. Ik zou willen dat jullie dit konden voelen. Dit hemdje is zo ontzettend mooi. Ik dacht, ik bestel gewoon een keer zo'n soort gebreid hemdje. En dit is niet normaal. Dit is echt mijn nieuwe favoriet. Ik wil dit altijd aan. En dit is zo leuk om dan op dat shortje te dragen. Omdat het dan net even een ander stofje is dan gewoon een normaal hemdje. Dus dan denkt iemand niet, oh je hebt gewoon je normale hemdje aan. Nee, maar dan is het wel even, ja, ik weet niet of jullie dit snappen. Maar dan is het gewoon wat specialer. En het ziet er, vind ik, veel mooier en netter uit dan gewoon de hemdjes die ik zelf ook altijd draag hoor. Maar deze, nu wil ik alleen maar dit. Maar hoe mooi is dit? Hij lijkt inimini. Er zit mega veel stretch in. Ik heb deze in een maatje medium. En jullie gaan in de aanbeelden zien hoe prachtig die zit. Dit is het prachtige topje wat ik net vertelde. Hoe mooi is dit? Het schijnt dus wel een klein beetje door. Maar ik vind het niet storend of zo. Ik kan hem ook nog zelf dubbel vouwen, waardoor hij wat korter wordt. Maar ga je naar werk, is lang natuurlijk mooi. Ik heb het topje even omgeslagen en aangedaan op de witte pantalon. En dan zien jullie gewoon wat ik bedoel met wat voor een chique look dit is. Ik zou dan een spijkerjasje meenemen voor als het wat kouder wordt 's avonds. En verder gewoon een tas, mooie slippertjes erbij, zonnebrilletje. En je bent gewoon klaar. Je hoeft er gewoon niets meer aan te doen. Ik vind dit zo'n leuke zomerse look. Ik denk ook dat ik het meeneem op vakantie. En dan hebben we nog twee items. En nog even een reminder. Met de code MEREL krijg je dus 15 of 30% korting bij Nick. Dan heb ik twee items die ook super leuk bij elkaar matchen. Ik denk als jullie mij langer volgen dat je wel weten dat ik het altijd dingen met elkaar wil matchen. Zelfde kleuren dragen. Een beetje in hetzelfde patroontje één outfit. Of dezelfde kleurenthema. Maar je zal je niet snel zien met 3 of 4 verschillende kleuren in één outfit. En dit setje, dit is echt zo leuk. Kijk, het is niet exact dezelfde kleur, maar I love it samen. Als eerste is dat dus dit tube topje. En ook een hele dikke, stevige kwaliteit. In een hele mooie groenige kleur. Hij is ook weer dubbel gevoerd. Hoe zeg je dat zo? Er zit een dubbele laag in, dus hij is... Ja, dubbel gevoerd heet dat toch? Waardoor die dus ook niet doorschijnt en gewoon super mooi stevig zit. Ook als je hem aan hebt, het lijkt niet op een flurbetopje. Het zit gewoon echt heel mooi. Dus deze kan ik eigenlijk echt iedereen aanraden. Ik heb deze in een maatje medium. En deze zit eigenlijk perfect qua maat. En ik ga hem jullie meteen laten zien in combinatie met de blouse. Dit is een hele mooie linnen overhemd. Ook in een groenige kleur. Jullie gaan ze ook in de aanbeelden zien dat de kleur dus niet helemaal hetzelfde is van het topje en van de blouse. Maar ik vind het wel echt een prachtige combinatie. En ik vind het echt heel erg mooi samenstaan. Dus ja, I love it. Maar dit is dus een hele mooie linnen overhemd. En die kleur, het is zo'n lichtgroene kleur. Ik moet hem wel even strijken, zoals jullie wellicht zien. Maar hij ligt al een week in de zak. Dus hij is een beetje gekreukt. Sorry, had ik eigenlijk even moeten strijken voor jullie. Maar dat ga ik van de week doen, want ik ga deze hoe dan ook van de week gelijk aandoen. Hoe mooi is het kleurtje? Ik vind het echt zo mooi. Ik heb deze in een maatje 40. Hou je wat meer van oversized, zou ik van deze ook zeker een maatje groter aanraden. Deze is gewoon niet van zichzelf heel oversized of heel groot. Dus wil jij dat wel, neem een maatje groter, heb ik zelf ook gedaan. Dan heb ik nu het groene setje aangedaan. En ik hoop dat jullie zien hoe leuk dit bij elkaar staat. Want ik vind het echt fantastisch. Ik vind het eigenlijk denk ik ook wel leuk dat die top net een andere kleur is. Maar dat het wel allebei lichtgroen is, waardoor het gewoon alsnog leuk bij elkaar staat. Sowieso zijn die kleuren iets lichter op camera dan in het echt. Maar hoe leuk is dit? Zoals ik al zei, neem de blouses een maatje groter als je hem oversize wil. Ik heb nu een maat 40. Het zit gewoon heel erg lekker. Ziet er heel erg leuk uit. En lekker luchtig voor de zomer. En dit is de tube top. En hij is dus wat dikker. Dus hij schijnt ook niet door. Ik heb mijn PH er gewoon nog onder. Maar gewoon de bandjes erin gedaan. En ik vind dit gewoon echt heel erg mooi. Hij is dus ook wat langer. En dan vind ik dit überhaupt zo een heel leuk outfitje. En zo zou ik het ook lekker dragen. Wederom de witte broek erbij. Of een spijkerbroekie. En dan gewoon dit zo over je schoudertje met het topje. Ja, dit vind ik echt zo een leuke outfit. En als laatste tip die ik jullie ook even mee wil geven, is om een kijkje te nemen bij de zonnebrillen van Naked. Deze hebben jullie al een paar shoplogs geleden kunnen zien. En dit is nog steeds een van mijn favoriete zonnebrillen. Naked heeft sowieso echt in elk model en elke kleur wel een zonnebril die bij je past. En die jouw outfitjes af zullen maken. Dus mijn tip,
Kijk even zeker bij de zonnebrillen. En wie weet, scoor jij net zo'n parel als mij? Love it. Oké, dit was hem jongens. Ik heb helemaal zin in de zomer en in mijn vakantie. En ik zou zeggen, blijf zeker de weekvlogs kijken. Om al deze outfitjes ook dagelijks gesteld te zien worden. En hoe ik het allemaal draag. Ik ben altijd echt heel erg fan van de kleding van Naked. En ik draag het ook super vaak. Dus ja, dat gaan jullie zeker voorbij zien komen. Vergeet niet te shoppen met de code MEREL voor 30% korting als nieuwe klant. Dus heb je nou nog nooit wat besteld bij Naked. En denk ik wil het toch altijd al een keer doen. Maak even een accountje aan en ga lekker shoppen met mijn code voor 30% korting. En ben je al bestaande klant en hou je net zoveel van Naked als ik. Gebruik dan de code MEREL voor 15% korting. Want dat is super mooi. Meegenomen. Hele leuke swimwear-collectie is ook gelanceerd trouwens, dus ik ga ook even shoppen. Dus jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en ik hoop jullie te zien bij de volgende video.